Een nieuwe vlog van Vink MD. Ja, jullie zullen wel denken, waar heeft hij uitgehangen? Nou, dat is een lang verhaal. Maar waar ik het over wil hebben, is dat Casper en Philip van Magnet Adventures hadden een toffe actie. Ze hadden een schat verstopt op een geheime locatie. Ze hadden alleen verteld dat het in Amsterdam was. Nou, deze uitdaging ben ik aangegaan om te kijken waar deze schat nou precies was. Dus ik ben aan het speuren geweest kijken en ja, toen dacht ik van daar kan het wel zijn. Nou, ik er naartoe en het is gelukt. Ik heb hem opgevist. Hij ligt hier voor mij. Dus hoe tof is dat? En we gaan eens kijken wat voor leuke dingetjes ze er allemaal in hebben gedaan. Ja, ik had het in de video op die ze op hun kanaal hebben gezet ook uitgelegd wat er allemaal in zit. Dus als het goed is zitten er hele leuke centjes in. En nog wat andere snuisterijen toegevoegd. Ik heb hier wel een hamertje voor de zekerheid bij me liggen om te kijken of ik het wel het kistje open krijg. Mocht het uitpakken nou te lang duren, dan maak ik er even een tuinlucht van. Maar het stinkt ook nog helemaal naar de sloot. Ja, kijk eens, dat is echt het kistje van de video. Twee keer in een zak. Even kijken. Ja, ik heb inderdaad volgens mij. Oh, kijk, er zit toch een sleutel bij. Dus ik heb geen hamer nodig. Ja. Nou, spannend, spannend. Het is toch alweer een beetje geroest. Het heeft er 5 dagen in gelegen. Want het is nu donderdag 5 september. Ik ben meteen vanuit mijn werk. Ben ik eerst thuis mijn magneet op gaan halen en ben ik naar die locatie toegereden waarvan ik dacht dat het was. En ja, kijk eens. Nou, zo te zien is het geld wel droog gebleven. Eerst eens eventjes oplezen. Gefeliciteerd, je hebt de schatkist van Magnet Adventures gevonden. Laat je het ons nog even weten in de reacties van onze laatste filmpje op YouTube. Nou, dat heb ik gedaan. Heel veel plezier ermee, Philip en Casper. De gehele inhoud is door ons eerlijk verkregen en absoluut ongevaarlijk. Want er zit een pistool in. Nou, dit is natuurlijk geen echt pistool. Handboeien. Heel veel sieraden. Ik zal dat zo meteen allemaal eens eventjes netjes uitpakken. Mooi horloge. Nou, hij loopt niet meer. Maar goed, wat natuurlijk het allerinteressantste is, zijn de centjes. Hoe ziet dat eruit? Nou, die zijn er mooi uitgekomen nog. Het is een echt piratengeld geworden. Kijk eens. 20, 40, 60, 80, 100. Nou, en heel veel sieraden. Nou, superleuke actie. En abonneer zeker op het kanaal van Philip en Casper, Magnet Adventures. Ik zal de link nog eventjes onderin zetten. Hartstikke leuk gasten. En tot de volgende.